Van illusionisten is natuurlijk bekend dat ze heel veel gebruik maken van vingervlugheid. Maar dat is zo 2023. Nee, wat het in 2024 helemaal gaat worden is voetenvlugheid. Ik zal je demonstreren hoe dat eruit ziet. Kijk, ik pak even deze twee rode kerstballetjes en die leg ik zo voor me neer op de grond. En let nu goed op mijn voeten. Ik hoef deze kerstbal maar even aan te tikken en je ziet dat die ineens van kleur verandert. En voor die ander geldt hetzelfde. Zo, veel mooier deze groene kerstballetjes. Alleen, ja, kerst is alweer voorbij, dus het is alweer bijna tijd om de kerstspullen op te ruimen. Maar daar heb ik ook wat op bedacht. Deze kerstballen opbergmap. Die werkt als volgt. Het enige wat ik hoef te doen, is die kerstballetjes hier zo in dit kokertje te stoppen. En je kan de map in één keer opvouwen. Handig toch? Opgeruimd. Staat netjes. Begrijp jij hoe deze illusie werkt? Laten we het eens vanuit een andere hoek bekijken. Van illusionisten is natuurlijk bekend dat ze heel veel gebruik maken van hun trouwe assistent. Want deze illusie vereist wat knutselwerk. In de bodem van mijn schoenen hebben we een gat gemaakt. Je keek namelijk niet naar mijn voeten, maar naar mijn handen. Hierdoor kan ik stiekem de kerstballen in de schoen omwisselen. Maar hoe liet ik de kerstballen daarna verdwijnen? Dat zit zo. Ook deze illusie werkt met een geheim gat. Alleen niet aan de onderkant, maar aan de achterkant van deze pop-up kaart. We hebben de tafel aan de voorkant een beetje opgehoogd, zodat die schuin staat. En zodra ik de kerstballen nu in de papieren koker gooi, rollen ze zo in mijn schoot. Handig toch? Opgeruimd. Staat netjes.